Goed, mensen, alle fracties zijn vertegenwoordigd. Allemaal hartelijk welkom. Mensen op de tribune ook hartelijk welkom. En voor de mensen die via de digitale snelweg met ons verbonden zijn. Wij beginnen 10 minuten later, omdat zojuist aan Klaas Olderkamp de erepenning van de gemeente Ommen is uitgereikt. Hiermee is de vergadering geopend. Er zijn geen insprekers. Ik neem aan dat de agenda zoals die voor ligt vastgesteld kan worden. Dan ga ik over tot inventarisatie van de rondvraag. Wie heeft er iets voor de rondvraag? Meneer Bongers, onderwerp. Het onderwerp, voorzitter, is Akkersteeg. Akkersteeg. Verder nog iemand voor de rondvraag? Nee. Dan gaan we over tot het vaststellen van de afsprakenlijst van de raadscommissie van 7 januari 2016. Wie heeft daar eventueel nog een opmerking over? Niemand. Dan is die bij deze vastgesteld. Dan gaan we over tot de consequenties doorontwikkeling openbaar gebied, wijziging budget en geldstromen. Wie wenst daarover het woord te voeren? De heer Van der Moor. Dank u wel, voorzitter. Ik zoek even en ik ben er. Wij hebben dit stuk uiteraard gezien. Het is een voorstel dat prima aansluit bij de goede presentatie die wij vorige week donderdag hebben gekregen. Die was werkelijk zeer verhelderend. Heeft ons ook prima geholpen om dit stuk goed tot ons te nemen. Wat er nu voor ligt, ligt ook in de lijn van de verwachtingen bij de ontwikkeling van de taken die de gemeente in deze heeft. We hebben wel een paar vragen. Zijn er 4 totaal. Zowel Larkom als de gemeente, zo wordt ergens genoemd in de stukken, zowel Larkom als de gemeente zijn positief over de ontwikkelingen. En de vraag die toen onmiddellijk rees bij ons is van, oh, en de BOH. Omdat, dachten wij, de medewerkers ook iets te maken hebben met diezelfde BOH. En over de argumenten, en dat is de tweede vraag, de redenen voor deze ontwikkelingen, zijn we dus goed geïnformeerd, zoals ik net heb gezegd. Onze vraag, wat is of wat wordt de, want over Luikum wordt wel het een en ander gezegd, maar wat is en wordt de positie van de ATC Dienstencentrum? Daar kan misschien ook wat over gezegd worden. Dan een derde vraag. Het gaat om 145 SW'ers die waren, kan ik nu in januari 2016 zeggen, in dienst van de gemeente. En die zijn ook in dienst van de gemeente gebleven. In die zin dat ze met ingang van 2016 zijn ingevoegd in de BOH, afdeling openbaar gebied. Onze vraag of dit nog gevolgen heeft voor de taakstelling BOH. Of werden die SW'ers misschien al meegenomen in de telling? En dan tenslotte, financiën is ook altijd een punt waar je wat over kunt vinden en denken. Ook nu, de hele operatie is budgetneutraal. Zo staat er in de stukken. Alleen een klein budget voor directe kosten, dat blijft bestaan. Onze vraag, zijn er 2, hoe klein is klein en aan welke kosten moeten we denken? Dat zijn onze vragen, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben uiteraard kennis genomen van het stuk en op zich willen we ook benadrukken dat we er heel positief in staan. Ook met name omdat de SW'ers gewoon dichter bij de reguliere arbeidsmarkt komen en op die manier hopelijk ook hun plek gaan vinden. En ik denk dat uiteindelijk daar toch Larkom voor opgericht is en de hele doelstelling daarin samengevat is. We hebben aanvullend nog 1 vraag. In het stuk wordt aangegeven van het formele dienstverband blijft ongewijzigd. Alleen de functionele aansturing gaat over. En daar staat ook bij, Larkom blijft de salarisadministratie voeren. En ik vroeg me af wat daar de achtergrond van is en waarom die dan niet mee overgaat. Want ook daar zullen we uiteindelijk Larkom voor betalen, dus kunnen we dat dan niet beter zelf doen. Tot zover, voorzitter. De heer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel.
Ook wij staan hier natuurlijk, vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, maar wij staan hier positief in. En mede door de uitstekende presentatie vorige week hebben wij ook geen andere vragen als welke die al gesteld zijn op dit moment. Dank u wel. Mevrouw Schunselaar. Ja, ik wilde hem aan, uit, goed, vandaar. Ik heb begrepen uit het hele stuk dat het eigenlijk meer een financiële kwestie is, verschuiven van de posten. Maar toch over het stuk heb ik toch nog een paar vragen. Op pagina 3 staat de bedrijfsvoering, de huidige situatie en de nieuwe situatie. Daar is dus de passage, daartoe worden alle huidige bedrijfsonderdelen van Larcom die daar een betrekking hebben, dus personeel, huisvesting, etc., overgenomen door de BLH. En dan komt het punt, hierbij is het uitgangspunt dat de overname budgetneutraal geschiet. En dan komt mijn vraag, op het moment dat het aantal SW's afneemt, wat gebeurt er dan met het leidinggevend personeel? En stel dat het leidinggevend personeel of het personeel niet geschikt bevonden wordt, wat wordt er dan gedaan? Dat is de eerste vraag. Dan verderop staat er iets over financiën, over dat budgetneutraal. Denkt de gemeente de begeleiding en de aansturing met minder mensen te kunnen doen dan de Larcom? Daar zou ik graag een antwoord op willen hebben. En dan heb ik als laatste opmerking, even kijken, moet ik hem er even bij halen. Even zien. Nee, dat waren mijn opmerkingen. Dank u wel. De heer Mors. Ja, voorzitter, ook wij natuurlijk heel blij met dit verhaal. Waarschijnlijk kan het ook haast niet anders, want in 2016 zullen de 2B-diensten verdwijnen en ook de voorbehouden opdrachten zullen verdwijnen. Dus de oude constructie zou wat problematisch worden. Maar ik heb toch wel een heel kort vraagje. Larcom blijft de administratie doen, maar is het dan inhuur van personeel bij Larcom of zijn ze daadwerkelijk in dienst van de gemeente? Als het inhuur van personeel is, dan zou ik graag een verzoekje willen doen of de inkoopcoördinator van de gemeente als mag ter gewoonte, daar ook nog een uitspraak over zou willen doen. Dank u. De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ook de VOV-fractie staat er positief in. We hebben twee korte vragen. Als inleiding op de eerste vraag stellen we vast dat het gaat om een kwetsbare doelgroep. En het is van wezenlijk belang, vinden wij, dat die kwetsbare groep de juiste ondersteuning en begeleiding krijgt in het uitoefenen van hun werk. Gelukkig lezen we in het stuk dat er in ieder geval, of woorden van die strekking, 3 jaar lang vanuit Larcom psychosociale begeleiding wordt geleverd. Maar dat heeft toch iets van een open eindje en wij zouden graag iets meer willen horen over hoe die situatie er na die 3 jaar dan uit gaat zien. Gaat de BOH dat zelf doen of wordt er elders expertise in gehuurd? De vraag achter deze vraag is natuurlijk, we vinden het heel erg belangrijk dat die begeleiding op peil blijft en wordt gehandhaafd. Dus hoe gaan we dat open eindje slechten? En de tweede vraag, voorzitter, gaat over wat er de afgelopen informatiebijeenkomst over dit onderwerp werd verteld ten aanzien van een bezuinigingstaakstelling. Er is zelfs die avond ook een bedrag genoemd, als ik me goed herinner. Dat zie ik in het stuk niet terug. En misschien dat de portefeuillehouder ook over die bezuinigingsdoelstelling en hoe dat er precies uitziet nog iets zou kunnen toelichten. Voorzitter, dat was het. Dank u wel. De heer Leuwing. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, als laatste wil ik me natuurlijk graag aansluiten bij iedereen die gezegd heeft dat er een uitstekende presentatie vorige week was. Prima, duidelijk, overzichtelijk en het CDA staat er ook achter, het voorstel. Blijft nog één vraag. Larcom Groentechniek heeft meer activiteiten dan alleen het gemeentelijk groen. Wie gaat nou deze activiteit uitvoeren? Dank u wel. Het woord is aan wethouder Schelen. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst natuurlijk heel blij dat raadsbreed deze beweging positief wordt geduid. En ook dank voor de complimenten van de presentatie. Ik geef het graag door aan diegenen die er hard aan gewerkt hebben.
Laat ik de vragen even successieflijk maar langslopen. Allereerst de heer Van der Mooren. Larkom is tevreden, gemeente is tevreden. Is de BOH ook tevreden? Antwoord ja. En dat mag natuurlijk ook geen verrassing zijn, want de BOH werkt voor ons, om het zo maar te zeggen. Want het is nog wel degelijk onze organisatie, weliswaar ook voor Hardenberg, maar ook voor ons. Maar natuurlijk is dat in goede samenspraak gegaan. Wat betekent dit voor de positie van ATC Dienstenbedrijf? Op zichzelf genomen niet een echte verandering. Het ATC Dienstenbedrijf is eertijds, even los van dit verhaal, opgericht om één werkgeversbenadering te krijgen. Namelijk dat vanuit Larkom en vanuit de gemeente werkgevers werden benaderd met van, goh, we hebben mogelijk mensen op afstand arbeidsmarkt waar u misschien iets mee kan doen, beste werkgever. Nou, we hebben gezegd dat is onverstandig om daar twee aparte personen, één vanuit Larkom en één vanuit de gemeente te hebben. Laten we dat bij elkaar brengen. Dus ATC Dienstenbedrijf heeft zeg maar de taak om één benadering richting de werkgevers te hebben. Dus dat staat min of meer los van dit verhaal, waarin we zeggen, de WSW'ers, die moeten we zoveel als mogelijk naar de arbeidsmarkt brengen. En daar geldt natuurlijk het feit dat wij zelf werkgever zijn. Wij mogen ook het goede voorbeeld geven. En dat is in feite ook de reden waarom we dit doen. Uw derde vraag was van 145 overgang. Heeft dit gevolg voor de taakstelling? Dus ook de vraag naar de financiën. Daar kom ik zo op terug. Laat ik het preciezer maken. Het exacte bedrag van de taakstelling voor dit verhaal heb ik op dit moment niet paraat. Maar ik zeg u toe om dat schriftelijk te sturen. Ook in reactie op de heer Middelkamp. Ik weet dat bij controle is gebleken dat die taakstelling die we eertijds hebben afgesproken ook gehaald is. Maar het moet wel eventjes netjes op papier komen. En ik zeg u graag toe dat we dat u zullen verstrekken. Hetzelfde geldt voor die precieze kleine kosten waar u nou vroeg. U had de besparing, dat gaat om een klein bedrag. En u vroeg van wat bedrag is dat precies. Ik zeg u graag toe dat we dat nog even zullen verstrekken. Dan de heer Remmers. Ik denk dat u de kern heeft verwoord. Het is ongelooflijk ingewikkeld om SW'ers dichter bij de arbeidsmarkt te krijgen. Laten we vooral ook het goede voorbeeld geven. Waarom hebben we eigenlijk de salarisadministratie bij Larkom gelaten? Dat heeft een hele praktische reden. Het is een beetje ingewikkelde salarisadministratie in die zin dat daar een hele aparte regeling voor geldt. En het is niet alleen één regeling. SW's bestaan uit zeer veel verschillende doelgroepen. En de groep van voor, uit mijn hoofd, 98 heeft weer een ander regime dan de groep van voor 2004. Dat zijn allemaal verschillende arrangementen. Nou, de salarisadministratie van Larkom is daarop ingeregeld. En het is dus heel praktisch om dat even bij Larkom te laten. En we hebben met Larkom ook afgesproken van op het moment dat het dienstig is dat het overgaat, dan gaat het over. Maar dat is gewoon een zakelijke afweging geweest. De heer Moerman sloot zich daarbij aan bij de vraag en ook bij het principiële punt. Mevrouw Schunselaar. Gaat dit over verschuiving financieel van kosten? Dat heeft u goed gezien. Dat is ook eigenlijk de eigenlijke aanleiding om dit in uw raad te vragen. Want het is weliswaar een budgettaire neutrale verschuiving. Maar het gaat wel van het ene programma naar het andere. En het raakt dus rechtstreeks uw budgetrecht. Hè, dus dat is sowieso een reden bij u te komen. Maar we vinden het ook een belangrijk inhoudelijk verhaal. En ook belangrijk om van u te vernemen hoe u erin staat. Wat gebeurt er met het leidinggevend personeel van de Larkom, want dat blijft eerst bij Larkom. Daar wordt natuurlijk over gesproken van, goh, kunnen we andere activiteiten daarvoor mogelijk maken. Daar hebben we ook frictie voor binnen Larkom beschikbaar. En het is ook aan Larkom om daar op een goede manier mee om te gaan. Wij denken dat dat gaat lukken, maar we hebben goede contacten met Larkom om dat ook te waarborgen. De begeleiding, daar heeft ook de heer Middelkamp nog een vraag over gesteld, dus laat ik dat daar pakken. Ten slotte de heer Moors. U heeft volkomen terecht gezegd dat de oude combinatie zeer problematisch zou worden, dat is waar. Het WSW-bedrijf wordt in feite langzaam afgebouwd. Hè. Er mag geen nieuwe WSW-instroom zijn. Dus het is ook heel belangrijk om, waar dat mogelijk is, WSW's ook te plaatsen bij bedrijven zoals de gemeente. Was het inhuur of dienst van gemeente? Nou, dat kan ik gemakkelijk te geruststellen. Het is gewoon dienst
voor de gemeente. Dus de inkoper van welke gemeente dan ook hoeft daar niet bij betrokken te worden. Dan de heer Middelkamp, volstrekt terecht dat u zegt een kwetsbare doelgroep en het vergt goede begeleiding. En ja, we hebben in eerste instantie gezegd laten we de psychosociale begeleiding doen zoals we dat nu kennen. Maar we hebben nadrukkelijk gezegd van die begeleiding dat is en blijft natuurlijk. Alleen de wijze waarop dat gebeurt, daar willen we ons nu niet op voorhand op vastleggen. Omdat het hele veld zo gigantisch in beweging is. Je ziet aan de jeugdzorg, je ziet aan de WMO. Dus natuurlijk zien wij de noodzaak voor goede begeleiding en een blijvende begeleiding. Alleen de wijze waarop we dat nu hebben afgeregeld, dat doen we nog 3 jaar. Maar daarmee houdt het dus niet op. Bezuinigingstaakstelling, als gezegd, ik ben graag bereid om dat schriftelijk nog te wisselen. En dan tenslotte de heer Leuwik. Goed gezien dat groen binnen LARCOM breder is. In de presentatie vorige week heeft u iets gehoord van hoe LARCOM ziet de mogelijkheden om een aantal taken onder te brengen in een BV. Hè, dus de wat meer rendabele activiteiten. En dit is er ook één die zich ervoor leent. Wij zullen natuurlijk wel met LARCOM in gesprek moeten en ook moeten blijven dat het wel in samenhang met zeg maar de oude SW blijft. Hè, dat het niet zo is dat alle ogen gaan staan op deze rendabele tak en dergelijke. Nee, ten diepste is natuurlijk het beschut binnen waar LARCOM echt voor moet staan. Maar als het kan helpen om beschut binnen blijvend financieel draagbaar te houden om zo'n activiteit te doen, is dat natuurlijk alleen maar verstandig. Tot zover, voorzitter. Wie wenst het woord voor de tweede termijn? De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het zei de portefeuillehouder vergeven dat de financiële taakstelling niet direct paraat is. Dat geeft niet. Als we dat schriftelijk krijgen, is dat goed. Maar de vraag die we daarbij hebben is, krijgen we dat dan voor de raadsvergadering waar dit stuk wordt vastgesteld? En als dat antwoord ja is, en dat zie ik, is het dan zo dat de taakstelling van invloed zou kunnen zijn op de begroting 2016? En als het antwoord daar ja op is, zouden we dan daar de bijbehorende begrotingswijziging ook in de raad moeten vaststellen? Nee, het is passend binnen de begroting zoals u me heeft vastgesteld. Want daar hebben bezuinigingsafspraken onder liggen die daar een draag voor zijn. Maar ik zal u de cijfers nog overleggen. En ook voor de raadsvergadering zelf. De heer Van der Mooren. Dank u wel, voorzitter. Ik heb behoefte om, ik weet niet of het zozeer vragen zijn als wel twee opmerkingen te maken. De eerste, dat wij de vraag stelden of ook de BOH eens was met deze ontwikkelingen, heeft te maken met dat wij ons uiterste best iedere keer weer doen om goed voor ogen te hebben van tot wie welke activiteiten behoren, waar ook medewerkers zijn ondergebracht. Het is niet alleen maar zo van, ach, ik zie er twee genoemd. Nee, er zit een diepere achtergrond achter, te meer omdat wat verderop ook wordt gesproken waar medewerkers thuis horen en thuis zijn blijven horen. Dat is één. Twee, er is sprake van, of wij hebben zelf ook wel in de, laat ik zo zeggen, in de gaten dat ATC-dienstenbedrijf een andere status heeft, een andere klimaat dan LARCOM. Maar wellicht dat we wat op het verkeerde been werden gezet door wat er onder financiën staat, dat ook een discussie over ATC-dienstenbedrijf ook nog gaat spelen samen met beschut werken. En dat is de reden geweest voor ons om de vraag te stellen. Maar goed, we zullen het een en ander ook wel in de schriftelijke beantwoording, denk ik, terugzien. En als er iets onduidelijk is, dan komen we daar nog wel een keer op terug. Het heeft niets te maken met ons oordeel hoe dat in de Raad behandeld moet worden. Dank u. Mevrouw Schutselaar. Dank u, voorzitter. Ik heb in eerste termijn gevraagd als het aantal SW's gaat afnemen, wat er dan gaat gebeuren met het leidinggevend personeel. Nou, ik heb er wel een antwoord op gehad, min of meer. Zou het kunnen betekenen dat op termijn de kosten voor de gemeente hoger worden of lager worden? Dat is een aanvullende vraag, omdat ik met het eerste antwoord niet helemaal voldoende uit de voeten kan. En hetzelfde is eigenlijk daarop aansluitend. Daar heb ik het antwoord niet op gehoord. Als de gemeente, denkt de gemeente dat de begeleiding en de aansturing met minder mensen zou kunnen,
Daar zou ik nog graag een antwoord op willen hebben. Dank u wel. Woord is aan wethouder Schelen. Ja, met die laatste te beginnen. Ik dacht dat ik dat impliciet al had aangegeven. Want dat was die taakstelling die gerealiseerd is. En waar de cijfers ook zal blijken dat dat is gerealiseerd. Met andere woorden, we kunnen het met wat minder begeleiding toe. He, dat is efficiency winst, om het zo maar te zeggen. Dus dat is het antwoord op je tweede vraag. Eerste is van, heeft het repercussie voor de gemeente? Direct niet. He, want het is een verhaal binnen Larcom. Het is natuurlijk wel zo dat we ons wel mede verantwoordelijk achten voor het bedrijf Larcom. Al is het alleen al dat er heel veel mensen van Larcom in dienst zijn van beide gemeenten. Hè? Dus indirect moet je dat wel zeg maar, goed begeleiden. Dus direct heeft het geen repercussies. En tweedens, natuurlijk hebben wij goed oog op de ontwikkelingen in Larcom. En wat daarbij helpt is, en daar ben ik toch wel buitengewoon blij mee... Larcom is een van de weinige SW-bedrijven die nog steeds zwarte cijfers schrijft. Dat is toch nog steeds hoopvol. Mag ik nog een aanvullende vraag stellen? Volgens het reglement van orde niet, maar goed, het mag. Dan vraag ik het heel voorzichtig. Want ik vind het een beetje vaag. U zegt, direct wordt het niet duurder. Ik heb het letterlijk zo opgeschreven. En indirect moeten we het goed begeleiden. Ja. Daar kan het niks mee. Nou ja, directe consequentie. Kijk, stel dat er, zeg maar, voor het aantal mensen wat dus binnen Larcom werkt, hè, en dus niet meer in de groene aansturing zit, hè, men vindt daar niet direct werk voor, dan is daar een probleem. Is dat een direct probleem voor de gemeente? Nee. Dat is een probleem voor Larcom. Dat is het eerste deel. Het tweede deel is van, maar op een bepaald moment ga je dat wel als gemeente op je brood kunnen krijgen. Want, hoe je het ook bent of verkeerd, Larcom is deels wel van ons. Zo bedoelde ik dat. En dat is voor ons ook de reden om in goed gesprek met Larcom te kijken van, goh, hoe kunnen we dat ook op een zorgvuldige manier doen. Ook omdat we ons verantwoordelijk weten voor deze werknemers. En ten derde, van, goh, verwachten we op dit moment daar al problemen mee? Nee, en dat is mijn laatste opmerking, omdat Larcom het relatief goed doet, waar we erg blij mee zijn. Zo is hij. Dan zijn we aan het einde van de vragenronde en ligt de vraag voor hamerstuk of bespreekstuk. De heer Middelkamp. Wij zouden het graag willen bespreken, voorzitter. Dat is een bespreekstuk. Dan gaan we nu over tot behandeling van de rondvraag. En dan geef ik het woord aan de heer Bongers over het al dan niet open zijn van de Akkersteeg. Dank u wel, voorzitter, voor de introductie. Ja, we hebben als LPO hebben wij vorig jaar meermaals aandacht gevraagd voor de afsluiting van de openbare weg Akkersteeg. En op 17 september vorig jaar, dat is een gedenkwaardige datum, kwam het verlossende antwoord. En het antwoord was dat het een openbare weg is die illegaal was afgesloten door een particulier. En de toenmalige wethouder heeft toen toegezegd om de particulier te sommeren om die afsluiting weer teniet te doen. En wij zijn erg benieuwd wat de status op dit moment is. Dank u wel, voorzitter. Het woord is aan de heer Terkust. Dan zal ik heel eerlijk zijn. Ik heb net even gespiekt bij de Akkersteeg lag. Hessenweg West, vast in de dijk. Het is voor het eerst dat ik ervan hoor. Ik zal middels een raadsbrief uw antwoord laten toekomen. Of inderdaad de illegale afsluiting beëindigd is, ja of nee. Waarvoor dank. Dan constateer ik dat er een eind is gekomen aan deze commissievergadering. En dan gaan we om 7:40 verder met de raadsvergadering. Ja, 20, want kwart. Er is ongeveer een kwartiertje nodig om de boel aan te passen. En vandaar dat ik zeg 7:40. 5 minuten voor zich.